Helemaal welkom weer in een nieuwe video en de setting is een beetje anders, want ik zit in de woonkamer. Maar zoals je niet op kunnen zien, heb ik een tag voor jullie en dat is een, ja, de 100 tag. Dus dan vraag ik, beantwoord ik allemaal vragen over de, ja, tenminste, ja, die iemand anders een keer bedacht heeft over de serie. Dat is echt een typisch fan ding, zeg maar, om die vraag te beantwoorden. Dus ik dacht, ik ga het weer doen, want dat heb ik volgens mij ook een keer met de Lee en met Riverdale gedaan. Dus samen ook niet met deze serie. Dus ik kan verwachten dat er waarschijnlijk ook nog een keer een celebrity talk over de 100 komt. Maar wanneer die komt, of dat die ook komt, dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk komt die wel, maar goed. Ik heb deze tag van We Heart It geplukt. Dus ja, yeah. Ik weet niet hoe oud deze tag is, maar maakt me ook niet zo uit. Oké, de eerste vraag is favoriete vrouwelijke karakter. En diegene die het... dezelfde vragen ook beantwoord heeft, is het helemaal met mij eens, want eigenlijk ben ik heel erg dol op Octavia. Alleen als je kijkt waar, wat, ja, als je ook bij mijn seizoen bent waar ik nu ben, en volgens mij zijn ze nummer 6, dan weet je waarom Octavia nu niet mijn favoriet. Ja, ze is misschien mijn favoriet, maar ja, ik ben dol op Octavia, maar nu eventjes niet. Dus ja, wie moet ik dan zeggen? Dan was het waarschijnlijk Harper, maar ik kan niks zeggen daarover, want dan spoil ik te veel. Maar ik denk dat ik dan zeg Maddie. Want heel veel mensen zeggen dan Clark, maar ik heb niet zoveel met Clark, zeg maar. Ik weet, ja, Octavia is niet zo heel goed, maar ja, Clark ook niet. Dus ik ga dan voor Maddie. Maar die ken je pas in seizoen 5, dus... Maar goed, dan weet je dus nog niet wie het is, maar oké, dat is mijn favoriet. Favoriete mannelijke karakter en dat is Murphy. En dat heeft die persoon ook, zonder grappen. En ja, ik ben echt dol op Murphy. Ik weet niet wat ik moet uitleggen, maar ik heb Murphy al sinds het begin echt leuk gevonden. En natuurlijk was hij wel, hij is nog steeds wel een beetje een good persoon. Maar ik ben echt dol op Murphy. En misschien ben ik ook een beetje vervoordeeld omdat ik hem ook gewoon top, gewoon het echt heel erg leuk vind. En maar ja, ik denk Murphy sowieso. En anders is Jasper. Maar ja, ook dat ga ik niet te veel over zeggen. Als je iemand zijn skills over zou kunnen nemen, van wie zou het dan zijn? Oeh, moet ik eventjes over nadenken. Want hier staat Octavia en ergens ben ik het er wel mee eens. Want Octavia kan kapot goed vechten. Echt kapot goed. Maar ja, wat het nou ook een goed... Ja... Moeilijk. Heel moeilijk. Ik denk, ja, denk toch Octavia, want die is echt kapot goed te vechten. En ja, die overleeft het ook gewoon, dus daar is lang als het duurt. Maar ik vind Octavia, dan denk ik Octavia, want zij, ja, ze is een beetje gestoord geworden. Maar voor de rest, ze kan goed vechten, dus dan is het goed. Ben je liever een Grounder of een Skycrow? Oeh. Oeh, dat vind ik heel moeilijk. Want Skycrow is natuurlijk Murphy en zo. En Grounder zijn natuurlijk Lexa en Lincoln. Oeh. Ik denk toch Grounder. Want dat, ik weet niet, dat trekt me toch wat meer aan of zo. En ik vind die taal zo mooi. Oh mijn god, echt kapot mooi. Alleen, ja. Ja, ik denk toch wel Grounders. Ja, ik denk Grounder. Ik zou een Grounder willen zijn. Waarom en wanneer ben je begonnen met het kijken van de serie? Nou, waarom? Heel simpel. Wel, ik had een nieuwe serie nodig. En deze stond nog heel erg hoog op mijn lijstje. Dus daarom zijn we gaan kijken. Ik kijk het met het hele gezin, zeg maar. Maar het stond echt, we konden kiezen uit 3 series. En de eerste serie die we hadden gekeken. Want het was niet de eerste keuze die we hadden gemaakt. Ja, wel mijn eerste keuze, maar miste mijn gelden. En die serie was gewoon echt niet leuk. Ik weet niet eens meer welke serie het was. Maar dat was gewoon echt een poepserie. En nou, toen zijn we dus met de 100 begonnen. Iedereen vond het leuk. Nou, niet iedereen vond het meteen leuk. Sommigen vinden het nog steeds niet leuk, maar ja, is jammer. Dus ja, dat is waarom. We hadden gewoon een nieuwe serie nodig. En dit stond dan op nummer 2. Dus we zijn deze gaan kijken. En wanneer? Oh jezus, dat zou ik half jaar denk. Nee, langer volgens mij al. Half jaar denk ik. Maar het voelt voor mijn gevoel veel langer al. Maar ook weer... We waren er in december al mee bezig. Ik moet er eventjes over nadenken. Waren wij er in december al mee bezig?
Of daarvoor al. Waren wij vorige zomer al mee bezig? Ik weet het niet. Voor mijn gevoel een half jaar. Maar ja, volgens mij voor mijn gevoel zijn we pas een half jaar bezig. Maar eerlijk, we doen er best wel lang over. Want voor 7 seizoenen hoef je niet een half jaar over te doen, zeg maar. Maar oké, okay, we kijken alleen vrijdag. En volgende week gaan we dan een keer extra een hele week lang kijken. Dus daar heb ik wel zin in. Dus ik denk dat we dan over 2, 3 weken wel klaar zijn. Maar ja, dan ben ik echt sad. Oké. Is het je favoriete serie? Ja en nee. Ja, omdat ik nu niet heel veel leuke series aan het kijken ben. Die echt zo leuk en zo goed zijn. En waarvan de cast ook gewoon oprecht goed is. Ja, Atypical is leuk, maar niet zo leuk, zeg maar. Er zit niet zoveel actie in. En de cast is ook wat minder van Atypical. Dus daar moet je natuurlijk ook naar kijken. En nee, omdat ik persoonlijk Stranger Things dan nog steeds leuker vind. En ik heb natuurlijk ook Riverdale gekeken, maar Riverdale kan ik niet aan tippen, sowieso niet. En Shattered dus vond ik ook heel leuk. Maar dan zeg ik dat Stranger Things toch mijn favoriet is. Ik denk niet dat dit overtreft Stranger Things niet. Er zijn ineens wat heel spektakels moet gebeuren, maar ik denk het niet. Ik denk juist dat ik hem wat stommer ga vinden nog. Omdat er nog dingen gaan gebeuren die ik van mijn zusje heb gehoord heb, waar ik echt kapot boos over ben. Dus misschien ben ik over een week wel klaar met de serie. Wie weet. Misschien hoef ik het dan niet meer te zien. Omdat ik dan boos ben. Want ik ben al boos. Maar misschien ben ik dan nog bozer. Dus misschien ga ik er niet meer kijken. Dus, nou, ik ken mezelf. Ik ga waarschijnlijk toch kijken. Omdat ik wel weet hoe het afloopt. Want dat heb ik met elke serie die ik kijk. Maar met plezier weet ik niet of ik dan nog ernaar ga kijken. Welke karakter die niet zo vaak voorkomt in de serie wil je nog vaak, ja, vaker zien? Nou, Maddie, maar die komt steeds vaker voor. Maar ik weet nog steeds niet zo goed wat ik van haar moet vinden. Want ik vind haar heel leuk. En ik heb haar ook aan. Kijk, zeg maar, een actrice ervan. Die vind ik ook heel leuk. En die heb ik ook een andere ding al gezien. Zoals in Shadowhunters. Gewoon top. Maar ik weet niet zo goed of wat ik Maddie als persoon leuk vind. Ik heb geen idee. Want ik vind Maddie wel echt cute. En gewoon slim. En dat soort dingen. Maar ik weet niet zo goed of wat ik haar ook echt, zeg maar. Ik weet niet zo goed wat ik van haar moet vinden, want ze is, ja. Ja, ik weet niet, maar ik denk toch Maddie, want ik zou toch wel echt iets meer van haar willen. Want nu is ze gewoon een beetje, hoi, ik ben Maddie en dit is het. En ik ben nu, oh wacht, ik had bijna spoiler verteld. Maar, en hoi, ik ben Maddie en dit is het. En ik ben die en die en ik hoor bij die en die, want daar ben ik mee opgegroeid. En dat is leuk, maar ik wil gewoon weten hoe zij, zeg maar, echt is. En want zij kan ook heel goed vechten. Maar ik heb nog niet genoeg van haar gezien, weet je. Dus er mag nog wel iets meer van komen. Maar goed. Wie weet. Welk karakter heeft zich het best ontwikkeld in de serie? Murphy. Staat hier ook. Ik lees echt. Nee, echt. Sorry, ik ben echt helemaal eens met die persoon. Maar Murphy. Want Murphy was in het begin echt gewoon echt een verschrikkelijk persoon. Nog steeds kan hij wel een verschrikkelijk persoon zijn, maar dat vind ik niet zo erg. Maar nou, in het begin was het echt, oh mijn god, haat ik hem gewoon een beetje. Nou, dat valt ook wel mee, maar ik mocht hem gewoon niet. Toen was ik echt helemaal team Bellamy, maar nope. Nou, ik weet echt niet wat ik in Bellamy zag. Sorry, maar hij was net zo, eigenlijk was hij net zo erg als Murphy als je het zo bekijkt. Maar in het begin dan, hè. En nu denk ik, ik ben nog steeds wel team Murphy, zeg. Ik ben nu wel steeds, ja, maar ik vind Bellamy ook wel leuker worden, maar ik ben echt wel team Murphy daarin. Maar ja, zoals ik al zei, in het begin was Murphy echt een, laten we zeggen, echt een kut persoon. En Bellamy trouwens ook. Maar, en nu is hij gewoon een soort van aardig of zo. Ik weet niet. Nou, aardig is hij dan ook. Het gaat goed, laat ik het zo zeggen. Het gaat prima. Eigenlijk. Oké, volgende vraag. Wie heeft het meest geleden? Hoe hij suffered. En wat is geleden? Is dat geleden geleid? Wie heeft het meest geleid? En heeft nu, verdient nu ongelukkig te zijn? Maar ik twijfel heel erg tussen Octavia en Clark. Want Clark heeft eigenlijk, zeg maar, heel veel voor anderen opgegeven. En dat waarderen niet alle mensen. En dat snap ik. Maar Octavia heeft dat ook een beetje. Octavia heeft ook heel veel moeten opgeven. En mensen moeten verliezen en zo. Omdat ze anders niet zou overleven en zo. Maar ook gewoon omdat ze natuurlijk ook. Ja, maar daarvoor moet je ze niet gezien hebben. Maar ze is, laten we wel wezen. Ze is al eigenlijk. Ik snap al dat ze zo gestoord is geworden. Ik snap het oprecht. Want ja, weet je. Nee, maar daarvoor ga ik dingen verklappen. Maar ik snap oprecht dat je gek bent. En dat je dan gek wordt en dat soort dingen. Maar ik denk toch.
Ik denk toch wel Octavia stiekem. Omdat ik haar het gewoon het meest gun. Want Clark die doet ook heel veel dingen omdat ze gewoon zelf. Omdat ze gewoon egoïstisch is. En Octavia ook. Maar Octavia doet het ook gewoon omdat ze soms gewoon niet nadenkt. Ja, oké, Clark heeft dat ook heel vaak. Maar kijk, weet je. Clark die denkt gewoon niet na. En die heeft er soms ook gewoon echt geen spijt van. Nou, tenminste, die doet alsof ze er spijt van heeft. Maar eigenlijk is het niet helemaal zo. En Octavia, die spijt, heeft er wel spijt van. Maar laat het niet zien, weet je. Dus, ja. Ik vind Clark af en toe een beetje zo'n huppelkut. Van, wat wil je nou, weet je. Maar dat heb ik ook een beetje met Raven. Ik snap niet wat zij wil. Ik snap niet waarom zij nog leeft. Ik snap niet waarom zij gewoon... Kijk, ik snap dat ze nog leeft, want ze is nodig. Maar... Ik vind Raven echt... Ik snap het gewoon niet. Ik snap niet waarom mensen haar leuk vinden. Ik vind haar top in het echt. Ik vind iedereen leuk in het echt. Nou, niet iedereen, maar de meeste. Maar ik snap gewoon niet wat mensen zien in een Raven. Ik snap het oprecht niet. Kijk, zij is echt... Zij weet niet wat ze wil. In het begin wist ze het al niet. Toen wist ze het niet. En nu weet ze het nog steeds niet. Dus maak een keuze alsjeblieft. Want het maakt het zelf zo moeilijk. Zo moeilijk. En waarom? Oké, volgende vraag. Welke hoofdrolspeler wil je dood zien? Oh, dat vind ik heel moeilijk. Ja, Raven, maar dat hoeft niet per se, want die is wel nodig, zeg maar. Want anders overleeft de rest het misschien niet. Maar ik denk dan toch Abby. En Abby hebben ze ook nodig, want anders overleven ze het misschien helemaal niet. Maar Abby, ik vind het echt... Ik vind haar gewoon eng. Ik vind haar gewoon... Ze ziet er eng uit... Maar echt letterlijk, oh, maar ik vind haar gewoon, ze lijkt me heel aardig en zo, maar ik vind haar gewoon zo eng. Ze ziet er gewoon echt heel eng uit. Maar ik bedoel niet per se, ze ziet er niet eng uit als in de smink of zo, maar gewoon, ik vind haar zo mager. En daar word ik een beetje kriebelig van. Ik ben zelf wel stevig en zo. En ik word daar dan toch een beetje zenuwachtig van als iemand letterlijk zo dun is. Oh mijn god. Nee, daarom vind ik haar een beetje eng. En ik vind haar gewoon... Ik heb niks met Abby. Ik vind haar persoon niet leuk. Ik vind haar... Ik snap dat ze nodig is. En dat ze misschien daarom blijft leven. Tot zolang als het duurt. Want ik heb gelezen dat er misschien iets met haar gaat gebeuren. Nou, niet gelezen. Ik heb het gehoord van mijn zusje. Maar, Abby mag van mij wel lekker de pijp uitgaan. Favoriete ship. Oh. Dus favoriete kop. Ja, ship hoeft niet per se een koppel te zijn, toch? En dan zeg ik. Even kijken, want ik heb hier al de officiële shipnaam staan. Dan denk ik toch Bellark. En dat is niet echt, zeg maar, als in verliefd zijn of zo. Tenminste, nog niet. Maar het is meer vriendschap. Oké, jongens, bij deze wil ik graag voor jullie de 100 tag afsluiten. Ik weet niet meer waar ik het over had. Dus let ik nu af. Mijn vader kwam namelijk thuis. En toen zat ik hier maar alleen beneden. Dus dan vind ik het toch makkelijk om door te gaan. Dus ja, dat wilde ik eventjes zeggen nog. Maar ik weet niet meer. We hadden het over Bellark. Maar wat ik daarna zei, weet ik niet meer. Maar goed, ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende.